We zijn aangekomen in Zonhoven bij minister Liet. Een heel goede morgen. Goedemorgen. Ik heb goed vertrokken. Ja, heel goed vertrokken. En jij waarschijnlijk ook al heel vroeg uit de veren. We zijn helemaal klaar voor de dag. Je hebt een heleboel speelgoed verzameld. Wat zit er allemaal in? Ja, het is een verzameling. Mijn kinderen zijn al een beetje groter, dus die hadden toch nog wel een paar dingen op de zolder. Maar een heel groot deel is ook verzameld door de twee kinderen van mijn broer. En hoe oud zijn die? Die zijn 6 en 7. Oei, dus ja. En konden die zomaar het speelgoed afgeven? Ja, ze hebben toch, want ze wisten dat het was voor het goede doel, ja. Voor de arme kindjes. En ze hebben toch ernstig werk gemaakt ervan. Ja, kunnen we eens kijken wat er allemaal bij zit? Ja, natuurlijk. Hier zijn allemaal jongens, dus ze hebben altijd een grote collectie auto's. Oh, maar dat is fijn geweldig, hè? Dus er zitten wel heel wat auto's in, van die vroegere, ja. Kleintje en wat grotere. En hier zit de tractor. Dat is ook altijd indrukwekkend. En dan nog een paar speldozen. Zoals. Speldozen, puzzels. Ah, puzzels zijn altijd. Altijd handig. Ja. En dan hier nog een hoop boekjes. En grote potloden ook. Grote potloden. Gigantische potloden. En boekjes om te schrijven en te tekenen en te lezen. Ja. En hier een muziekinstrument. Kijk eens aan. Voor kinderen die zeer muzikaal aangelegd zijn. Zijn die kinderen muzikaal aangelegd? Ja, mijn kinderen spelen alle twee drum. En, dus maak je veel lawaai. Ja. Soms af en toe. Ja, probeer dat af te spreken, wanneer ze het doen. Voelt u dat er nood is aan extra speelgoed voor kinderen die het iets moeilijker hebben? Ja, absoluut. Omdat armoede is niet alleen iets van geld of te weinig geld hebben, maar vooral van echt u als volwaardig kind te kunnen ontwikkelen in een liefdevolle omgeving. En dat je alle dingen kunt doen die de andere kinderen van de klas doen. En dat je daardoor niet uitgesloten wordt. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat je graag cadeautjes krijgt als het er is. Ja. En dat je dat ook over kunt vertellen in de klas. En dat je eigenlijk heel graag... Dat je niet achterblijft. Ja. Wij gaan ervoor zorgen dat er heel veel kinderen extra steuntje in de rug krijgen. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. En ik wil jullie echt feliciteren met de actie. En wij willen jou heel erg bedanken voor dit speelgoed. Ja. Het komt sowieso goed terecht. Bedankt mevrouw Lieten. Veel succes met de actie. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het hele team. Ja, zal ik zeker doorgeven. Ja.